We zitten nu ruim 2 jaar in het versterkingstraject. We zijn er eigenlijk ingerold. We hadden verbouwingsplannen en toen zei onze architect dat niet alleen de nieuwe aanbouw aardbevingsbestendig moest zijn, maar eigenlijk ons hele huis. Want wat heb je eraan als je straks een prachtige nieuwe aanbouw hebt en het huis zelf sodemietert in elkaar? In die ruim 2 jaar dat we nu in dat proces zitten, hebben we allerlei dingen meegemaakt. En als ik een tussenbalans opmaak, is het alsof we in een absurdistische film zitten. Het is een realiteit en tegelijkertijd voelt het niet als reëel aan. We maken allerlei wendingen mee, zoals in een echte film. Ups en downs, lachwekkende dingen, ergerlijke dingen, trieste dingen. En omdat we er middenin zitten en ook omdat ik er nu vlogs over maak, verdiep ik me in allerlei zaken die eromheen spelen. En dan zie je dat de zaak zo ontzettend gecompliceerd en moeilijk is, dat de uitkomst ervan niet te voorspellen is. Eén zekerheid is er, de onzekerheid. In die ruim 2 jaar dat we nu bezig zijn, veranderde ons perspectief regelmatig. Gaan we versterken? Oké, hoe dan? En kunnen we dan ook meteen dingen aan ons huis aanpakken? Oh, versterken wordt te duur. Jullie willen een sloopnieuwbouw. Oeps, oei. Wat vinden we daarvan? Nou ja, als dat dan de uitkomst wordt, dan willen we er ook iets moois van maken. Nou, zeiden we tegen onze architect, dan gaan we toch een mooi nieuw huis bedenken. Het plan voor dat nieuwe huis is nu bijna 1 jaar klaar. En sindsdien worden we om de zoveel tijd heen en weer geslingerd tussen allerlei veranderende formules voor de vergoeding. Eerst op basis van de geschatte kosten voor de versterking, toen op basis van de marktwaarde van het huis, nog later weer op de herbouwwaarde en naar het nu lijkt op basis van alle drie de variabelen. Als het allemaal nog doorgaat, want dat is nu ook onzeker. Maar op die ene cruciale vraag, komt er genoeg geld beschikbaar om dat huis ook daadwerkelijk te bouwen? Op die vraag hebben we nog steeds geen antwoord. Dus is en blijft voorlopig alles onzeker. Hebben we daardoor moeilijk? Niet zo. We gaan gewoon door met ons leven zoals we dat anders ook geleefd zouden hebben. En wat er gaat gebeuren met ons huis? Nou, dat zien we wel. We hebben geleerd dat op elk moment alles weer heel anders kan worden. Iets staat pas helemaal vast als het ook echt gebeurt. En ondertussen bekijken we het gekrakeel en het gedoe als een film waar we zelf in zitten. En waar we tegelijkertijd als publiek naar kijken. Minusvaldo!